4,5 uur laveren in de files op weg naar Rotterdam. Maar dan ben je ook ergens. Dan ben je in de Kuip en dan zie je die grasmat en dan zie je Robin van Persie. En dan ben je klaar voor een bekertreffer tussen Feyenoord en ADO. Ja, dat is de moeite waard. Lachen daar toch nog gezichten bij Jean-Paul van Gastel en Giovanni van Bronckhorst. Na de 3-0 dreun bij Ajax. Dit is de opstelling. Vermeer deze keer in het doel. En verder de sterkste opstelling met Nieuwkoop als bek. Botekin van der Heijden, Malasia. Klaasie van Persie, Vilena het middenveld. En voorop Berghuis, Jurgensen en Larsson. ADO dit keer in het blauw-wit met Swinkels deze keer in het doel in plaats van Groothuizen. Verder Troepé, Beugelsdijk, Kanon en Meijers. Het middenveld met Malone, Pinas en Immers. En voorop Hooy, El Kayati en Becker. El Kayati dus als een soort valse spits. Nee zit, de echte spits zit op de bank. ADO begint dus offensief. Becker. Voordeel. Meijers. Van der Heijden niet echt lekker weggewerkt. Vilena dan. Jurgensen. En dan kan Feyenoord eruit. Met drie man tegen twee van ADO. Larsson. Berghuis. Jurgensen. En de redding van Swinkels. Wat een kans Jurgensen en wat een redding van Swinkels. Na een prima uitgespeelde aanval. Dat wel, maar niet beloond. Jurgensen staat aan de basis. Dan de opening van Larsson. En daar staat Jurgensen helemaal vrij. Ja, die moet hij maken natuurlijk. Berghuis. Na zwak verdedigen. En weer een mogelijkheid voor Jurgensen. Zwak verdediger van Meijers. Jurgensen toch. Meijers. Botekin. El Kayati. Ja, 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 ja. El Kayati. Wat een klasse toch ook weer. Dat wegdraaien en dan met links in de bovenhoek knallen. Het is toch een fenomeen hoor, deze geboren Rotterdammer. Slecht weggewerkt door Botekin natuurlijk. Het blok van Immers en dan dit. Wegdraaien, wegdraaien, wegdraaien. Dan met links in de kruising. Geweldige goal. Berghuis uitdraaiend. En weer een goede redding van Swinkels op de kopbal van Botekin. Twee cruciale reddingen al van deze doelman. Die in de competitie zijn plek moet afstaan aan in die Groothuizen. Maar dit is prima hoor. Klaasie. Nieuwkoop is mee vooraan. Swinkels, ja dat was een misverstand, maar niet van geprofiteerd door Feyenoord. Berghuis. Larsson. Daar is weer een demarrage van Larsson. Maar gestuurd door Troepé. Uitbraak ADO. Maar weinig mensen nog voorin. Dan moet Swinkels optreden. Ja, daar is de gelijkmaker. Fout van Troepé. Jurgensen dan toch 1-1. Troepé, Troepé. Ja, hij is blij. Ontlading, want hij weet natuurlijk zelf ook dat hij al twee kansen heeft laten lopen. Hij is niet blij. Te zacht teruggespeeld. Troepé op Swinkels. Ja, wat moet je als keeper? Een overtreding maken, dan loop je de kans op rood. Dan maar de gelijkmaker dus. 1-1. Hier is Malone. Daar is Hooy. Zeer snel. Zeer handig. Hoe handig en hoe snel. Oh, op de lat. Zo wilde Fons Groenendijk het vooraf ook. Gebruikmakend van de snelheid van deze Hooy en van Becker. Balverlies Malone. Van Persie. Met een demarrage. Gaat hij zelf? Nee. Of toch? Malasia.
Weggekoopt Immers. Malasia opnieuw. Lekker schot en weer een prima redding van die Swinkels, zeg. Lekker schot van dat jonge Becky. Malasia. Prima redding van Swinkels. Beide ploegen zijn trouwens in deze tweede ronde gekomen door ruime overwinningen op amateurclubs. ADO 6-0 op OJC Rosmalen. Feyenoord in Helmond in de Braak tegen Gemert met 3 goals van Dylan Vente. Die nu op de bank zit. Van Persie, Berghuis. Berghuis wordt dit de 2-1. Nee, voorkomen door Cannon. En dit is Meijers. En dan een sprintduel met Nieuwkoop en Becker. Maar de bal is over de lijn geweest. Mooie aanval over veel schijven. Goede tackle van Cannon. Malasia. Larsson met Troupé. Nog altijd Larsson. Dat is goed. En dan Jurgensen niet. Jurgensen weer. Van Persie. Te hard voor Vilena. Het idee was aardig. Larsson is aardig op dreef. Dit is natuurlijk ook mooi wat Van Persie doet, maar dan komt hij net niet bij Vilena. Een hoogtepuntje weer in de wedstrijd, die wat aan het inzakken is. Na veel spektakel, veel kansen en doelpunten die eerste 20, 25 minuten. Meijers en Hooy. Immers sterk in de lucht. Ho! Lekker schot van Dion Malone. ADO is niet ongevaarlijk in de tegenaanvallen. Berghuis. En daar is de 2-1. Is dat Botteguin? Het is Botteguin. Natuurlijk is het ook verdiend. Daar valt niks op af te dingen. Feyenoord is sterker. Mooie kopgoal van Botteguin. Beugelsdek balen natuurlijk. Swinkels tot nu toe uitstekend gekiept, maar kansloos op deze kopbal van Botteguin. Hooy. Keurig verdedigd, Malasia. Larsson. Vilena. Van Persie. Meteen meegenomen en meteen een goede paas op Berghuis met de goede snelheid. Berghuis van Persie. Van Persie met zijn schaduw Pinas. Natuurlijk hebben we 2-3 aardige momenten van Persie gezien. Maar door Pinas komt hij nauwelijks voor in de wedstrijd. En dat is voor de voetballiefhebber is dat jammer. Voor Van Persie zelf natuurlijk ook en voor het publiek ook. Wat dat betreft werkt de tactiek van Fons Groenendijk namens ADO werkt dus gewoon. Nieuwkoop. Nieuwkoop. Gaat hij erin? Hij gaat erin. En degene die hem het laatst raakte was, dacht ik, Jurgensen. 3-1. Aan de basis stond Nieuwkoop. De verdediger. Berghuis. En is het dan buitenspel of is het geen buitenspel? Ik denk het niet. Bovendien, er is geen VAR. Hij wordt goed gekeurd. Hij telt. Onderkant lat. 3-1. Jurgensen. Dan haalt Fons Groenendijk El Kayati eraf. Zijn beste man.
En komt Thomas Nesjit. Is dit een teken dat ADO het hoofd buigt? Wil het El Kayati sparen voor de competitie? Is hij niet helemaal fit? Heeft hij een tikkie gehad? Ja, hij voelt aan zijn lies. Dus dit is een voorzichtigheidswissel. El Kayati van die prachtige eerste goal. Jammer dat we hem de laatste 30 minuten moeten missen. De wedstrijd zit op een dood spoor en heeft nieuwe impulsen nodig. Marge van 2. Feyenoord speelt op controle. Dit is wel een hele mooie paas. Maar buitenspel en ook niet raak Berghuis. Lekker balletje van Klaasie, dat wel. Filena Lasson. Jurgensen, dat wordt 4-1. De derde goal van Jurgensen. 4-1 en daarmee is het gedaan. Dat was het eigenlijk al. Geen echte officiële hat-trick, want dan moet je er 3 op rij in 1 helft maken. Maar het zijn er wel 3. En misschien krijgt hij weer de vorm die hij had in het kampioensjaar. Goed werk weer van Larsson. Mooie paas. En knap afgemaakt dit keer. Via de handen wel van Swinkels. Maar Jurgensen toont aan dat hij toch weer de spits is. De echte nummer 9. 3 goals in de bekerwedstrijd. Ja, het staat al 2e hat-trick. Maar een echte hat-trick is in 1 helft. Ik denk dat die gewisseld wordt nu. Ja, dat is ook zo. En Dylan Vente komt. Met jonge talent. Hij is blij, hij is opgelucht. Het straalt niet zo van hem af. Maar als je in zijn binnenste zou kunnen kijken, dan weet je dat hij blij is. Gelukkig. 3 goals in deze bekerwedstrijd. Dylan Vente scoort ook 3 keer in de eerste ronde tegen Gemert. Meijers. Lorenzen. Afgetroefd door Botteguin. Berghuis. Vilena geselecteerd door Koeman. Net als Bijlo die nu op de bank zit. Vermeer staat vandaag dus in het doel. Larsson. Ja, dat is het slotakkoord en hij verdient het ook. Hij speelt uitstekend. Zijn beste wedstrijd voor Feyenoord. Sam Larsson bekroont zijn goede spel met de 5e goal. En zo is het weer 5-1, net als 2 jaar terug. Botteguin troeft Lorenzen af, Vilena, Larsson. Binnenkant paal, dat zijn altijd mooie. Die tellen eigenlijk dubbel. Swinkels die in het eerste half uur nog uitstekend keepte, kansloos. Je ziet gewoon aan Larsson dat hij bevrijd is van de druk, het spelen in de Kuip. Dit helpt hem verder, dit helpt Feyenoord verder. 5-1, de bekerwinst. De felicitaties voor Giovanni van Bronckhorst. 3 keer Jurgensen, 1 keer Botteguin, 1 keer Larsson. Na die prachtige openingsgoal van El Kayati. Het bordje met Feyenoord gaat in de koker. Zaterdagavond bij de Herentribune om 11 uur is de loting voor de volgende ronde.